Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Mario 3D World video. We zijn nog steeds bezig om deze game 100% uit te spelen en we moeten vandaag het tweede deel van Wereld 6 doen. Dus doe alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Dan gaan wij naar de Bullet Bill Berg. Oh, dat klinkt wel lekker. Piet, piranha, plant. Klinkt ook lekker. Ja, nou, dan moet ik je wel gelijk in geven. Maar ik moet even een spelletje spelen. Dus ik leg je even opzij en dan gaan we eens even kijken in dit level waar alle geheimpjes liggen. Ligt hier al een geheimpje? Nee, hier liggen muntjes. Gaan we verder omhoog klimmen. Kunnen we dan hier opklimmen? Nee, zo te zien niet. Eens even kijken hoor waar alles dan ligt. Ik ga even hier omhoog. En dan gaan we even hier... hier omhoog. Dat was wel de bedoeling. Eens even kijken of hier misschien wat ligt. Hier helemaal bovenop de berg. Ja, kijk, hier ligt in ieder geval een sterretje. Lekker. Dat is inderdaad de eerste ster, dus dat is super chill. Nou, hopen dat we de stempel niet gemist hebben. Daar moeten we naartoe. Ligt hier dan nog iets in? Nee. Even hier kijken. Nee, hier ligt ook niks meer, denk ik. Dan gaan we hierin. Halverwege zijn we nu. Dan zal hierboven ook wel weer wat liggen. Ja, kijk, hier is een soort van geheim klein leveltje. Dan moeten we dit even snel zien te doen. We hebben hier 10 seconden voor. Ja, maar dat gaat ons wel lukken. Hoppakee. Nice. Dat is de tweede ster. Ja, oké, dit gaat lekker. Nu alleen zorgen dat we ook de stempel nog gaan vinden strakjes. En die stempel die is niet hier zo te zien. Misschien hier bovenop? Nee, dit zijn zo te zien alleen maar muntjes. Als ik dan hier naartoe spring... Ik heb denk ik nu wel iets gemist. Kijk, want hier konden we ook nog allemaal naartoe. Ik ben wel bang dat als ik hier naar beneden ga... dat ik straks dood ga of zo. Kijk, ik denk niet... Ja, zou hier beneden wat zitten? Zal ik het proberen? Even kijken of de camera meegaat. Dat was niet de bedoeling. Ah, je moet het gewoon altijd even testen natuurlijk, hè jongens. Even kijken of je stiekem misschien toch niet gewoon daar moet zijn. Nou, het is duidelijk dat we daar sowieso niet moeten zijn. Dus dan gaan we maar gewoon lekker hier naar boven. En dan gaan we eens eventjes kijken wat hier allemaal is. Zitten hier geheimpjes ergens? Nee. Kan ik deze slopen? Ja, dat kan ik wel. Deze zal er toch ook niet voor niks zitten, lijkt mij. Toch? Nou, hij ontploft daar wel gewoon. Oké, we moeten nog een stempel en we moeten nog een ster zien te vinden. Waar komen we terecht als we hier naartoe gaan? We komen hier terecht bij de ster. Lekker, dan alleen nog even de stempel. Is die hier? Oh ja, die is hierboven. Ja hoor, lekker. Hoppakee, we zijn compleet. Kijk, dat is een goed begin van deze video, jongens. Dit is een lekker beginnetje. Gelijk in één keer, hoppakee, alles gepakt. Ja, ik ging wel één keer dood, maar dat was gewoon puur een testsprong. Die moet je niet meetellen. Ik ben wel benieuwd, wie van jullie heeft Mario 3D World eigenlijk ook? En wie heeft hem eigenlijk al uitgespeeld? Laat het even weten, jongens, in de reacties. Winterwind. Dat is als je een dikke ruf laat in de winter. Dat noemen ze een winterwind. Daar is dit level op gebaseerd, jongens. Oké, wat zijn jullie aan het chillen, jongens? Oh, ik denk dat ik deze schaats nodig heb. En dan moeten we denk ik gewoon lekker hier overheen schaatsen. Ja, want hier, ja, kijk maar. Daar lag de stempel. Oh, oh, wat? Waarom gebeurde dat? Ik voel me weer belazerd door het spel, jongens. Ah, kijk, hier in de boot. Ik denk ik zal toch even springen. Ik ga toch even kijken. En inderdaad, dat is maar goed ook, want hier is de eerste ster. Dus die zaten heel dicht bij elkaar, de eerste ster en de stempel. Ik wou daar af gaan springen, maar ik kon beter even wachten. Redden, Luigie! Let's go! Kan ik hier opklimmen? Straks is dit er weer zo eentje, dat je er gewoon op moet klimmen. Kijk. Mop. Nee? Nee, deze keer ligt er geen ster op die buis. Ik had het eigenlijk wel een klein beetje verwacht. Dat geintje hebben ze namelijk vaker gedaan. Daar ligt wel een ster. En hier links is ook nog wat. Daar is de andere ster. Dus daar in de verte een beetje aan de rechterkant. En daar links. Voor links hebben we denk ik toch wel weer een schaatsie nodig. Helemaal goed. Al die Goomba's die vallen mij toch aan. Dus dat is dikke prima. Schaatsie pakken. Doppadoppadoe. Gaan we lekker hier overheen schaatsen. Hoppa. Nou, eigenlijk hadden we die schaats geen eens nodig. Oh, oh, dit moeten we even snel doen. Ga weg. Snel. Snel. Sneller. Sneller pakken. Ja, ik heb hem nog. Oh, dat scheelde echt niks. Zo, is een Goomba schaatsfeestje hier zo, joh. Jongens, winter is voorbij. Ga even lekker wat anders doen dan schaatsen. Oh, oké. Dit wordt een uitdaging. We moeten dus precies op het juiste moment naar beneden springen. Zodat we weer omhoog worden geblazen en de ster kunnen pakken. En je kan het zien. De wind kondigt zich een beetje aan. Dan zie je namelijk een kleine windvlaag. Die zie je nu.
En dan... Ja, lekker hoor. Heerlijk. Soepel weer hoor. Oh, wacht even, wacht even. Dit moet wel soepel blijven gaan. Ga weg. Rennen. Ja jongens, daar gaan we, daar gaan we. Ook dit level hebben we denk ik nu wel weer uitgespeeld. Jazeker. We moeten alleen nog even deze super windscheet dingen eventjes negeren. En dan zo, hoppa, de bovenkant van de paal inspringen. Let's go. Nice. En dan is het nu tijd voor een volledige fuzzy wereld. Hier schijnen knijterveel fuzzies te zijn. Oh ja, ja. Die komen vanaf de onderkant. Ja, ik zie het al. Die komen gewoon vanaf de onderkant je terroriseren, joh. Oh, snel. Oh, dit gaat sowieso helemaal fout. Oh, kijk ze onder. Oh, nee. Daar is de stempel. Let's go. Ik moet sowieso even die stempel hebben. Die ligt hierachter. Nice. Pauwblokje indrukken. Go, 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 go. Omhoog. Omhoog. We hebben platte Luigi, jongens. We hebben vanavond Luigi pizza, volgens mij. Oké, nou ja, die stempel die houden we in ieder geval. Dus zo erg is het nou ook weer niet. We moeten alleen wel een beetje opletten. Oh, oh, oh. Ja, dit gaat lekker. Ik weet sowieso dat jullie dit beter kunnen. Ik wil te snel. Ik moet gewoon even chillen. Goomba, wat kom je doen? Doei. Nee, ik moet chillen. Ik moet rustiger aanspelen. Oké, we zijn nu waar we net waren. Oh, kijk ze daar. Ze zitten hieronder vast of zo. What? Oké, daar is een ster. Dan... Kan ik hier doorheen? Ja, ik kan hier doorheen. Nice. Dan moet ik zorgen dat ik nu niet geplet word. Go. Ik moet nu naar links. Is er rechts dan nog wat? Nee, rechts is blijkbaar niks. Go. Maak alles kapot. Moeten ook nog even sterren zoeken in de tussentijd. Nee. Ik word geplamd door een Goomba. Hier schuin omhoog. Ja, ik vind het allemaal helemaal prima. Oké, zit hier een ster? Ja. Pak hem. Ik wil hem hebben. Ik wil hem hebben. Lekker, Luigi. Lekker. Oh. Oh. Fair freaking fuzzies. Spring. Nice. Go. Go. Hier hebben we iets. Ik weet niet wat. Oh. Wat een stress, jongens. Wat een stress. Wat een stress. De fuzzies komen eraan. De fuzzies komen eraan. Spring. Ga hierin. Lekker. Ga hieruit. Nice, Luigi. Spring. Oh, ik was bijna weer plat. We waren bijna een pizza calzone. Maar het is gelukt. En we hebben ook nog alles gevonden. Lekker voor jullie fuzzies. We waren hier te slim af. Hoppakee. Wel echt een superleuk level dit. Zweethandjes, jongens. Ik heb er zweethandjes van. Gouden gooien is een verrassingshuisje. Moeten we met deze ballen gaan gooien? We gaan het wel zien. Let's go. We moeten een aantal leveltjes achter elkaar doen. Ja, oké. Deze hebben we. Dan kunnen we inderdaad gewoon een balletje naar beneden gooien. Chill. Ik wou er al zelf achteraan gaan, maar dat hoeft helemaal niet. Oh ja, we moeten de hele level door. Moeten we... Oh. Ja. Go, 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 go. Ja, ja, zo. Woe. Net op tijd. Deze is niet zo moeilijk. Althans, dat dacht ik. Waarom lukt het niet? Waarom ben ik zo'n noob? Waarom? Pak het. Dat level lukt mij altijd. Waarom lukt het level me nu niet? Dit voelt niet goed, jongens. Ik ga hier gewoon lekker trouwens ook naar beneden. Ik ga dit wel zelf doen, gewoon zonder bal. Kat Mario is niet zo chill trouwens in dit hele ding. Want je moet zeg maar eerst een keer slaan. En dan kan je de bal pas oppakken, want anders sla je de bal weg. Oké, daar gaan we weer. Ik sta er nu recht voor. Ik blijf gewoon hier. Zie je, dit is helemaal niet zo moeilijk. Je moet het alleen even goed doen. Nog twee levels. Ik denk dat we hier tegen het pauwblok aan moeten gooien. En dan moeten... Oh, alle enemies moeten kapot. Ja, oh, cool. Nou, dit ging soepel. Hier moeten we allemaal blokjes tegen die dingen aangooien. Of we moeten er zelf tegenaan lopen. Dat schijnt namelijk ook te kunnen. Tempo. Tempo, pak de ster... Juist. Oké, let's go, let's go, let's go. We kunnen er dus ook gewoon zelf tegenaan lopen. Dat is misschien nog wel makkelijker. Ik gooi even een balletje. Zie je, het is allemaal niet zo moeilijk. Je moet het alleen goed doen. Dat is met de meeste dingen in het leven zo. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het gewoon even goed doen. Rikachu 2021. Nou is er nog één extra level, maar waar is die? Nou, ik kan hem niet vinden. Dus ik denk eigenlijk stiekem dat we hem pas kunnen vinden als we dit kasteel hebben gedaan. Dus dat gaan we eerst even doen. En dit is Bowser's Bonbon Brigade. Bobby, we gaan terug naar Bobby. Yeah. Dit is geen Bobby. Dit is FC Paniek in de Tent. Moet ik hun allemaal kapot maken? Om misschien een ster te vinden of zo? Nee, dat niet. Oké, dan weet ik dat ook weer. Ik ben wel half dood aan het gaan.
Misschien moet hij ook nog kapot. Oh, wacht even. Misschien moet ik met deze bom... Ja, met we moeten met bobby's gaan werken. We moeten deze bommetjes pakken. En dan moeten we die... Ja, hierop denk ik gooien. Ja, dan kunnen we naar de overkant lopen. Oh, het is een flats. En dan kunnen we op hun bakken springen. Lekker! Maar waar zijn nou die freaking sterretjes? Dat is de grote vraag natuurlijk. Daar is de één. Wat is er aan de hand, jongens? Waarom kan ik dit niet? Soms zie ik echt geen diepte of zo, volgens mij. Kijk, nu heb ik in ieder geval Tanuki Luigi, dus dat is altijd leuk. Hallo, Bobby! Oh, daar ging mijn Tanuki Luigi. Jongen, ik wil dit ook gewoon allemaal weer te snel doen, hè. Er zijn in ieder geval genoeg bommetjes hier. Holy crap. Holy crap, ik blaas mezelf ook weer op, jongen. Lekker gedaan, Rick. Oh, wat is hier? Oh, power-upje. Oké, cool. Cool. Go, Tanuki! Yay! Doei, Tanuki. Het is ongelofelijk. Oké, Bobby. Hier komen nou. Bobby, daarop. Nee! Ik mis! Ik weet zeker dat hier wat in zat. Deze staat hier niet voor niks. Ik ga gewoon dood. Express. Kom op, Bobby. Kom op. Nu, daarbovenop, op dat blok. Ja, kijk, zie je wel, dat blok zat daar niet voor niks. En dit blok, waarom is dit blok hier? Oh, oké, om een firebro te helpen of zo. Hier nog een blokje. Waar brengt dit blok me naartoe? Ook daar naartoe. Nou, let's go, luig. Oh, nu gaat het level opeens nog sneller of zo? Ik wil dat niet. Laat mij met rust. Mag ik een extra bobby? Thanks. Gun mij. Ja, moet ik nou weer helemaal opnieuw? Wat een poeplevel is dit. Hier, ik ben ook nu alweer gewoon klein. Nu raak ik gefrustreerd, hè. Nu kan ik het niet meer aan. Ik ben beter. Waarom beweegt je mond nu opeens niet, Piet? Wat is er gebeurd met je? Laat me met rust, ik ben aan het gamen. Gamen? Sinds wanneer kan jij gamen? Ja, Piet, je gaat lekker. Ik moet eerlijk zeggen, je gaat wel lekker. Ik had niet verwacht dat je zo lekker zou gaan. Geef die controle nou maar weer terug. Ik denk dat ik hier omhoog moet. Via dit blok. Oh nee, kijk. We moeten hier naartoe via dit blok. Lekker. Hebben we een Bobby nodig nu? Ik ga Bobby gewoon hier omhoog gooien. Ik weet niet of we Bobby daarvoor nodig hebben. Ja. Hoe kan ik een Bobby hier naartoe meenemen helemaal? En waarom vlieg je er nu weer vanaf? Oké, je kan dus zo'n bommetje steeds elke keer slaan. Dan kan je hem rustig aan meenemen. En dan moeten we hem daar bovenop gooien. Ja, voor de stempel. Ik gooide hem echt veel te hoog. Maar in ieder geval, daar ligt de stempel. Kunnen we eindelijk de boss battle gaan doen nu. En die boss battle is tegen deze boy. What up, man? What up? Ik ben wel langzaam. Eerlijk, je bent wel langzaam. Je moet wel even een tandje bij doen, denk ik, vriend. Want ik sprint je eruit. Hoppakee. Oké, dit ziet er al iets sneller uit. Eerlijk is eerlijk. Het is nog steeds geen topspeed, hè? Oké, wat ga je nu doen? Helemaal niks, want ik spring gewoon voordat je iets kan doen op je bakkes. Lekker. Oké, kom maar. En jumpy! Later! Oh, dit voelt toch wel lekker, hoor. Dat dit toch wel even gewoon lukt. Ik had onnodig veel moeite met dit level. Hallo, blauw veetje. Ik kom je redden. Lekker, man. Wereld 6 ook gewoon gefixt? 100%? Oh, nee. Er was nog één level. Daar moeten we nog naar op zoek. Nou, ben ik benieuwd of inderdaad het laatste leveltje in wereld 6 hier is. Ja, kijk, dit is weer zo'n tussenwereld. Hallo! Het wordt weer een superfeest hier in Bowser's. Ja, wat is het eigenlijk? Een carnavalfestival of zo. Van de Efteling, maar dan van Bowser. Oh, dat is vet. Dat wil ik. Een mega dikke boss battle. De grote show van Motley Blossblop. Motley Blossblop. Wat een geniale naam. Oké, gaan we dit samen doen? Twee Tanuki Luigi's. Let's go. Nu zijn het niet meer de Mario Brothers, maar de Luigi Brothers. Let's go. En wie gaat hier... Oh, wat ben jij dan? Wat ben jij nou, joh? Ben jij Motley Blossblop? Hey, dit lijkt op de baas van Pikmin 3, jongen. Die valt dan ook zo uit elkaar of er wordt hier een hele grote mega blob. Oké, wat gaan we doen, vriend? Wat gaan we doen? Oh, ik moet dit allemaal kapot maken en ik moet hem kapot maken. Lekker. Hey, ik pakte toch net een kersie? Ben ik één luigie nu weer kwijt of zo? Ben je lekker aan het jumpen, jongen? Hotse flats.
Lekker. Oh, ik ben nog alleen over. Oké, okay. Ik moet toch iets zuiniger zijn op mijn leven volgens mij. Jij bolle Jan. Je kan wel hoog springen, vind ik trouwens. Man, man, man. Ik weet niet hoe je zo hoog kan springen, maar je kan aardig hoog springen. Maar ik heb hem al kapot, jongen. Easy peasy, man. Easy peasy basi als je Tanuki luigje hebt. Lekker, man. Ik vroeg me even af of ik dit niet met 4 Luigi's moest uitspelen... om bijvoorbeeld nog een extra sterretje te pakken. Maar er is maar 1 ster en geen stempel in dit level. Dus ik hoef alleen nog maar even zo... hotseflats in die paal te springen. En dan hebben we ook wereld 6 helemaal 100%. En dan kunnen we nu wel door naar wereld 7. En wat is wereld 7? Oh, snap. Oh, snap. Het is Bowser's kasteel. Dit ziet er wel echt heel cool uit, zeg. En deze wereld gaan we checken in de volgende aflevering. Dus doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!